Takken met appels is een laat werk, of liever gezegd een rijp werk, van Charlie Thorop uit 1953. En Charlie Thorop was de dochter van eigenlijk de oervader van het Nederlands modernisme, Jan Thorop. En zij was autodidact. Dus ze ging niet naar een kunstacademie, maar ze kreeg eigenlijk de kunst met de paplepel door haar vader ingegoten. Begin jaren 20, nadat ze al had gewerkt, geschilderd bij de Bergense School, de expressionistische kunstenaarsbeweging, zo vanaf 1914 in Bergen. Begin jaren 20 krijgt ze van haar vader een heel mooi cadeau, een huis in Bergen. Dat huis heet de Vlerken. En vanaf de jaren 30 gaat Charlie, inmiddels een gerenommeerd realist, vooral bekend van portretten, gaat ze iedere zomer en nazomer haar tuin schilderen. De tuin bij de villa de Vlerken. En dan schildert ze de vruchtenbomen en de bloesems. En zo ook deze boom met appels, natuurlijk in de late zomer van 1953 geschilderd. En dat doet ze op een hele doorontwikkelde, stevige, heldere, realistische manier, zoals je kunt zien. Heel contrastrijk, heel sterk, heel overtuigend. En zelf zegt ze van, het is niet puur realistisch, het gaat niet alleen om het werkelijke wat je ziet, maar in dat werkelijke wat je ziet zit ook het onwerkelijke, dus eigenlijk het magische. Dus je kunt haar een magisch realist noemen. Dus het gaat om meer dan wat je alleen ziet. En deze bijzondere late serie van haar tuin heeft ze opgedragen aan Vincent van Gogh, de andere oervader van het Nederlands modernisme, naast Jan Thorop, haar vader. Dus dat is heel mooi. En als je dit schilderij ziet, begrijp je ook wel dat ze aan Vincent van Gogh heeft gedacht bij deze reeks. Want we kennen van hem natuurlijk ook die getordeerde, knoestige amandelbomen die hij in Zuid-Frankrijk bij Arles schilderde. En dat pikt Charlie hier nu op. En toen ik het net uit depot haalde, toen viel me iets bijzonders op. En ik hoop dat u het zo kunt zien, dat we goed kunnen inzoomen. Want die achtergrond van die boom, die was oorspronkelijk heel mooi egaal blauw. Dat kun je zien. En op een gegeven moment heeft Charlie dus de beslissing genomen om over dat blauw, over die stralende blauwe lucht, waartegen die boom zich aftekent, om die te veranderen in een donkergrijze, in een loodgrijze onweerslucht. Waardoor blijkbaar die boom nog krachtiger en nog dramatischer in zijn magische, realistische werkelijkheid tot ons komt.